Mijn naam is Joke van den Burg. Ik woon vanaf 1965 in Zoetermeer en sinds 7 jaar ben ik hier vrijwilliger in het Stadsmuseum. Ik wil u iets gaan vertellen over die grote groene kist die op de expositie staat. Dat is een kist van mijn zwager. Hij is inmiddels overleden. Er staat een boek van zijn verhaal. Hij heeft die kist gekocht in voormalig Nederlands-Indië. Voor de terugreis om daar zijn persoonlijke bezittingen in mee naar huis te nemen. Hij heeft in Indonesië gezeten van 1947 tot 1950. Op de terugreis heeft hij 6 weken op een boot gezeten op de SS Volendam. Hij is gelukkig niet gesneuveld, want van de 100.000 soldaten die in voormalig Nederlands-Indië hebben gediend, zijn er bijna 7.000 gesneuveld. Dus later, hij ging later verhuizen en toen was die kist een beetje te groot voor het huis waarin zij woonden. Dus toen heb ik hem gekregen, toen was ik nog jong en ik was driftig aan het sparen voor mijn uitzet. Dat deed je toen toch, in 1965. Dus daar verzamelde ik dan washandjes en handdoeken die ik dan kreeg of cadeau kreeg. Ik kreeg wel een handdoek cadeau als hij bijvoorbeeld een abonnement nam op iets. Dus dat, maar goed, en toen in 1965, toen zijn we getrouwd, Piet en ik. En toen is die kist is bij ons thuis op de schuurzolder blijven staan. En daar heeft hij heel dik onder het stof gezeten. En toen voor deze expositie stukken werden gevraagd, toen dacht ik, misschien is het wel leuk om die kist eens voor de dag te halen. En toen heb ik hem heel goed schoongemaakt, want hij was helemaal zwart. En toen kwam ik tot de ontdekking dat er onder de letters van mijn zwager, Koos van Leeuwen, een andere naam stond. En die kist is waarschijnlijk gemaakt voor een soldaat die gesneuveld is in Indonesië. Ja. Maar ja, het is natuurlijk handel, dus hij moest toch verkocht worden. En toen is zijn naam er overheen geschilderd. Zodoende. Dus nou, ja, dat mocht ontcijferen? Nou, dat is moeilijk te ontcijferen. Dus, maar dit is mijn verhaal over de kist. Mooi.